مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van Rashid Pierkans Kalaji Orkel. Dit is de aflevering voor woensdag 15 juli 2020. Kalaji Orkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source, die slaat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live zien. Deze uitzending is ook te zien via Facebook. Daarvoor gaat u naar Alpha Channel Suriname Facebook. Dan gaat u deze uitzending ook kunnen volgen, zover u dat wenst te doen. Verder is Kalaji Orkel online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. En daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk te zien in Suriname zelf, via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pierkant, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalaji Orkel. En zegt tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat mij alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap toe. En de felicitaties gaan in de richting van alle mensen die vandaag jarig zijn in COVID-19 tijd. Ik wens u allemaal een aangename avond toe. Voor vandaag wil ik bijzonder feliciteren DJ Veo. Die is er vandaag ook jarig en hopelijk maakt hij er een mooie avond van. En mocht u vandaag ook jarig zijn, een mooie avond aan u allemaal. De volgende persoon mag haar jaardag voorbereiden op donderdag 16 juli en dat is Ria Wolfram. Die is er morgen jarig. Een goede voorbereiding naar jouw jaardag toe. Overigens alle mensen die morgen, zo niet tot en met zaterdag, want zaterdag is meer voor de uitzending, hun jaardag gaan voorbereiden. Een goede voorbereiding aan u allemaal toegewenst. Vandaag in de Rashid Pierkans Kalaji Orkel, zoals gebruik, als goede partner, u en ik samen, krijgt u uiteraard de gelegenheid om uw maatschappelijke mening te delen. Ik doe graag een verzoek aan u, dat u liefst één onderwerp doet en die ene onderwerp goed inblikt, goed voorbereid, zodat u het goed kunt presenteren. Ik verzoek u ook bij deze om geen mensen te beledigen en geen mensen als zodanig te bespreken, maar liefst u te richten op de topic, zodat we tegen het eind van deze uitzending tegen elkaar kunnen zeggen dat we iets van elkaar hebben geleerd. Ik probeer ook te vermijden om mensen een sneer te geven. Dus u probeert datgene te doen wat u als mens heel goed zelf thuis doet, tegen uw eigen familie, uw eigen vrienden en uw eigen kinderen. En dan gaan we een heel leuke uitzending hebben en dan kunnen we heel lekker met elkaar babbelen in Rashid Pierkans Kalaji Orkel. Wat internationaal nieuws, er gebeurt internationaal ook niet zoveel als zodanig, omdat u weet dat de wereldeconomie tot stilstand is gekomen. Vanwege COVID-19 draaien een behoorlijk aantal bedrijven niet als normaal. We leven overigens niet meer in een normale tijd. In Engeland heeft de Engelse regering het besluit genomen dat telecombedrijven van Engeland geen technologie meer mogen aanschaffen van de onderneming Huawei. Ze mogen geen 5G-technologie meer van Huawei aanschaffen. Zo je wilt, apparatuur. Ze hebben de Britse telecommaatschappijen de tijd gegeven tot het jaar 2027 om alle technologieën die ze nog hebben van de maatschappij Huawei te verwijderen van hun systeem. Een van de redenen waarom de Britse regering dit doet is op navolging van de Amerikaanse regering die het vermoeden heeft dat de onderneming Huawei in samenspant met de Chinese staat en haar apparatuur ook inzet voor spionagedoeleinden. Op grond daarvan mag Huawei haar apparatuur in Amerika zelf niet meer verkopen. De Amerikaanse regering stelt sindsdien constant druk uit op bevriende naties en vooral West-Europese landen die grote inkopers zijn van technologische apparatuur van verschillende maatschappijen en van verschillende landen, om ook de nodige apparaten van Huawei niet te gebruiken. Het is wel bekend dat in ons eigen land, het telecommunicatiebedrijf Suriname, haar 5G-netwerk
heeft laten opzetten door de onderneming Huawei. In hoeverre wij last hebben daarvan is niet bekend. In hoeverre de Amerikanen ook de waarheid zeggen over de onderneming Huawei, dat kunnen wij zelf ook niet natrekken, omdat we de know-how en de technologie daarvoor ook zelf niet hebben. Maar er wordt wel internationaal druk uitgeoefend op grote landen die voor miljarden aan inkopen doen aan telecommunicatieapparatuur. Laat me de telefoonlijnen direct voor u opengooien. En u mag uw mening met ons allemaal delen. Houd er rekening mee. Ik ben intermediair in deze en dat doet u op 532037. Ik herhaal het nummer voor u. 532037. Zoals u weet vindt morgen de inauguratie plaats van Chandrika Prasad Santokhi als president van de Republiek Suriname en Ronnie Brunswijk als vicepresident van onze republiek. De activiteiten voor deze inauguratie is beperkt toegankelijk voor mensen vanwege COVID-19. En de activiteiten die beginnen morgen omstreeks 10 uur. Het geheel zal gebeuren in en rond het Onafhankelijkheidsplein. En vanwege deze activiteit wordt het Onafhankelijkheidsplein gebruikt als de openbare vergadering van de Nationale Assemblée vanwege de ruimte die zij derhalve nodig hebben. Houdt u rekening mee als u voor andere doeleinden in die omgeving gaat, in en rond het gebied van de Onafhankelijkheidsplein, de wegen rondom het gebied afgesloten zullen worden vanaf morgenochtend 8 uur. Dus u wordt verzocht daarmee rekening te houden. Om 2:30 vindt er een parade plaats en daarna is er een roadshow. Deze roadshow, daar gaan de president en de vicepresident en de ministeriële delegatie, die gaan op soundtracks langs verschillende straten heen en ze hebben dan verschillende hotspots om zo dichter bij de burgerij te komen. En op zo'n manier, dan wel op een COVID-19 manier, toch dicht bij de burgerij te komen. Men start nabij het Derbystraat, hoek Dr. Viredmondstraat, en dat gebeurt om 3:30 's middags. Er zijn verschillende hotspots bepaald waarbij men voor een langere poos gaat stoppen om dan de groeten te doen aan de burgers en zo wil de burgers de groeten kan doen aan hun. En een van de hotspots is Stichting Olifant en dat is rond 4:00. Rond 5:00 zijn ze nabij het sportcomplex Quatta en nabij 6:00 zijn ze op de hoek van de Menkendam, Martin Luther Kingweg en dan wel om 7:00 zijn ze op Lelydorp Parking en dat is het woongebied van Chan Santokhi zelf. Dus ze hebben verschillende hotspots uitgekozen waarbij ze voor een langere poos gaan stoppen, stilstaan en alles gaat geschieden met COVID-19 protocollen. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Peter. Ja, goedenavond, meneer. Goedenavond, meneer Peter. Mag ik u even wat vragen voor we verder gaan? Ja. Kunt u uw radio of uw televisie wat zachter doen, want we krijgen een echo en dat is zeer storend voor de luisteraars. Is het zo goed? Ja, prima. Gaat uw gang. Oké, dank u wel. Ik bel voor het eerst overigens. Dat heeft lang geduurd na 25 jaar. Dus dat. Ik heb het wel al die tijd gevolgd. Maar u bent welkom. Ik heet u van harte welkom. Oh, dank u wel. Ik heb een paar opmerkingen in verband met de actualiteiten van het moment in Suriname. Onze regering in spe. Is al rond. Let wel, rest nog de formalisering morgen. Mijn eerste opmerking gaat omtrent de functie van governor van de centrale bank. Nieuwe governor van de centrale bank. Want daarover is nog met geen woord gerept. Nog door de president-elect,
nog door de vice-president. Mag ik even nog een verzoek aan u doen? Dat u constant moet praten, want ik heb gemerkt dat u probeert uw stem terug te horen op de radio of op de tv, waardoor we dan steeds een gap krijgen. U moet gewoon door de telefoon met mij praten. Dank u wel. Ik doe mijn best. Gaat het? Niet aangegeven welke of wie de functie van meneer Roemer gaat overnemen bij de centrale bank. En dat is, heel belangrijk. Want ook de governor zal moeten aangeven wat hij aantreft bij de centrale bank wanneer hij overneemt. Ik neem aan dat u heeft vernomen dat een ander directielid van de centrale bank is aangehouden in opdracht van het Openbaar Ministerie. Dus het zal ertoe kunnen leiden dat meneer Roemer daar niet zou kunnen blijven, want hij heeft zijn taak, mijns inziens, heel slecht waargenomen. Prima. En ik ga er sowieso vanuit dat de nieuwe regering een heel belezen en ervaren en kundige governor gaat aanwijzen om dus daar de honneurs over te nemen. Oké. Maar ik maak me enigszins zorgen wanneer ik merk dat er daarover tot nog toe geen enkele opmerking gemaakt is. Oké, dank u wel. Kunt u afronden? Is dat het? Oké, prima. Dan hebben we de meneer begrepen. Laat me u even uitleggen hoe het werkt. De heer Santokki en de heer Ronnie Brunswijk kunnen nog geen uitspraken doen over de governor van de centrale bank. Dat kunnen ze niet. Een van de redenen waarom, ze zijn nog niet in functie. U moet weten, er is nog een zittende regering. Dat moet u niet vergeten. De zittende regering is nog steeds Bouterse Adin tot en met morgen, wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden. Dus ik ga er gevoeglijk van uit dat morgen, wanneer Chan Santokki de sjerp heeft overgenomen, de overdracht heeft plaatsgevonden, hij morgen in zijn toespraak, zijn eerste toespraak als president, dan als president met bevoegdheden, hij enkele zaken zal brengen naar de burgerij. Het is te prematuur ook om voor hem nu, want hij is gewoon burger. Santokki is nog geen president, u moet dat vasthouden. We willen soms graag vooruit rennen, maar je kan in die procedure niet vooruit rennen als je nog niet daar bent. Dus in hoeverre hij morgen daarover het zal hebben, is vooralsnog voor mij nog niet bekend. Maar ik ga er gevoeglijk vanuit, al doet hij dat morgen niet, ik neem aan dat wanneer de regering al in place is, en iedereen moet die regering zeker een maand geven, ruim een maand, om in hun comfortzone terecht te komen. Je moet weten, wat er morgen gaat gebeuren, is een overdracht van 10 jaar regering Bouterse. 10 jaar, weet u wat 10 jaar is? Ik zeg het altijd als een simpel voorbeeld. Als u wil weten hoe lang 10 jaar is, zet u een foto van uzelf van 10 jaar geleden ten opzichte van een foto van nu, dan hebt u enig idee wat 10 jaar betekent. Dus we kunnen ook morgen niet verwachten dat na die toespraak al het pas boom gaat gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Men gaat dan de overdracht doen van de ministeries morgen, wanneer hij geïnstalleerd is. Dan krijg je de benoeming van de ministers. En na de benoeming van de ministers krijg je de overdrachten van de departementen.
dat zijn de protocollen van overdracht gaat geschieden. Dan moeten de ministers nog in hun comfortzone komen. Dat gaat een week of twee duren. Als je een beetje ervaring hebt, is het pakweg 2 weken. Heb je geen ervaring, dan gaat het een maand duren. Voor je weet waar je bent, wat je zit, hoe de organisatiestructuur in elkaar zit, hoe jij het wil wijzigen, hoe jij het ziet, dat gebeurt niet morgen. Dus wat de Centrale Bank van Suriname aangaat, daar gaat de minister van Financiën, wanneer hij is aangetreden, in samenspraak met de president, besluiten nemen over de Centrale Bank. En die besluiten hoeven dan niet per se zo te zijn dat Roemer wordt vervangen of Roemer niet wordt vervangen. Die besluiten gaan zij zelf moeten nemen. Maar staat ook, ik kan vandaag niks zeggen. Het is te voorbarig. Dus wij moeten in fase van overgang en overdrachten procedures in de gaten houden en vanuit die procedures de ruimte geven dat ze hun besluiten kunnen gaan nemen. Maar morgen ga ik ervan uit dat in zijn toespraak morgen hij wat opmerkelijke zaken zal zeggen aan de burgerij. En of dit een onderdeel zal zijn, dat weet ik niet. Maar gevoelsmatig vanuit mijn kant geloof ik niet dat hij de Centrale Bank morgen zal bespreken, omdat dat gaat een interne aangelegenheid eerst worden tussen de minister van Financiën, de governor van de Centrale Bank, de president, de vicepresident. Dus dat gaat hoogwaarschijnlijk in een latere fase komen. Goedenavond, dit is Kel Ajorkel. Goedenavond, meneer Pieter. Goed, dank u wel. U ziet er vanavond echt fris uit. Dus die vorige dagen niet? Wel, maar vanavond is extra. Oké, geweldig. Geweldig. Ik ben 100% met u gelijk. Geef ik u 100% gelijk met de uitleg van de eerste beller. Dat is ook mijn mening. Ja, toch? Alles is op orde en dan gaan we kijken wat het wordt. Is goed, meneer Pielgaan? Oké, is goed. Dat was het. Dank u wel. Kijk, morgen vindt de overdracht plaats. En uiteraard, dat zijn procedures, protocolaire afhandelingen. Daarna gaat men de bevolking ontmoeten. En je moet die mensen hun klein feestje wel gunnen. Kijk, het gebeurt niet altijd dat iemand president wordt van een land. Let's be serious. Dus een klein feestje op hun eigen manier, op hun COVID-19 stijl, dat moet je mensen even wel gunnen voor die ene dag. En dat is dan donderdag. Daarna gaat men naar de kantoren op de vrijdag. En dan gaat men structuren zien. Je moet begrijpen, is net wanneer u naar een huis gaat dat reeds bewoond werd door andere mensen, 10 jaar door andere mensen, en u gaat uw intrek nemen in diezelfde woning waar mensen 10 jaar in hebben gewoond, dan hebt u een fase nodig voor u weet in welk huis u bent, welk geest heeft geleefd in die omgeving 10 jaar van die woning waar u bent gaan intrekken. Het gaat even duren voor u in uw comfortzone bent in die woning waar mensen in hebben gewoond. Het duurt even een poos voor u precies weet hoe u die woning wil gaan herinrichten. En wanneer u dat alles bij elkaar heeft, wat in een stappenplan kan gebeuren, dan pas gaat u zichzelf in een bepaalde comfortzone kunnen voelen of begeven of vinden. Dus het zijn processen. Het zijn processen. En er gaan geen wonderen gebeuren. Want ons land is failliet. Ons land heeft geen geld. The country is broke. There is no money. U heeft zelf gemerkt de afgelopen periode, er is een schaarste aan SRD. De ATM-machines zijn leeg. 16 juli begint Santokki met overname van een ruïne. Een ruïne is compleet iets anders dan een huis dat kapot is. Een ruïne is veel erger. Men gaat dan moeten nagaan, hoe ga ik lonen voor eind van de maand betalen? Want er is geen geld. Dus alleen hoofdpijn met veel kapotabletten krijgt u hoogwaarschijnlijk cadeau ergens in de tas van iemand. Maar dat is natuurlijk een grapje. U bent in de uitzending. Goedenavond.
Goedenavond. Goedenavond. Ja, u moet praten, alstublieft. U moet niet naar uzelf luisteren op de radio of de tv, alstublieft. U moet praten. Nee, ja. Mevrouw, even. Laten we de lijnen goed leggen. Kunt u die radio of die tv uitdoen? Want het is breed storend voor de luisteraars en voor de kijker, weet je. We krijgen een complete echo. Kunt u het uitdoen? Oh, maar ik heb helemaal geen radio aan. Mevrouw, u hebt iets aan. U hebt een tv aan. En dan John zag die televisie. Dan moet u het zacht doen. U moet die volume zacht doen. Dank u wel. Ja. En dan nu kunt u praten. Jawel. Ja, dank u wel. U had het over dat meneer Shantoki is, als hij die sheriff heeft, dan kan hij dit en dat doen. En ik wilde vragen, zeg, gaat meneer Shantoki die sheriff aannemen? Want ik weet niet dat dat een Surinaams ding is. Die sheriff in plaats van die ketting. Die ketting is een Surinaams ding, maar die sheriff is van een ander land. Oké, laten we maar. Ik denk dat het een ketting wordt. Hoe noemen ze dat ding? Amsketen. Amsketen noemt men dat. Ik denk dat het die Amsketen gaat worden. Oké, ik heb begrepen ook via mijn eigen lijn dat het ergens die Amsketen een deuk heeft. Maar het gaat de Amsketen worden. Dat gaat het morgen worden. En dat gaat een mooie dag worden voor Shantoki als zijn eigen politieke partij. En ook een mooie dag gaat het worden voor Ronnie Brunswijk. En ook zijn politieke partij gaat het worden. Maar daar gaan mensen moeten werken. Wat we weten, u en ik, we weten het, is dat Bouterse morgen bij overdracht van die Amtsketen, hij, Shantoki en Brunswijk tegelijkertijd een bankroete staat overhandigt. Een bankrupt state. Vandaag is ook bekend dat de centrale bank geld heeft gehad. Surinaamse biljetten, by the way. Nieuwe Surinaamse biljetten zijn vandaag aangekomen. Hoeveel in totaal, dat is mij niet bekend, maar er zijn biljetten aangekomen. Er is een SRD-biljettenschaarste geweest. U merkt het ook bij ATM-machines, die lopen sneller leeg. U kunt relatief ook minder uit uw ATM-machines halen. Maar een grote vraag blijft, en dat is nog steeds een grote ongewisse, en niemand kan er een gedegen antwoord op geven, en men speculeert ook, waar is die volume van al dat geld? Want als er 1 miljard, bij wijze van spreken, SRD in de roulatie is geweest, waar is die 1 SRD? Want dat geld moet er zijn. Of 1, mensen hebben dat geld opgepot, of geldwisselaars hebben dat geld, dus cashgeld, ergens opgepot, om dan straks te wachten wanneer die koers omlaag gaat, dat ding te pompen. Maar die cashflow is ergens opgeslagen. En daarvoor moet er duidelijkheid komen. Daarvoor moet die centrale bankgovernor ons komen zeggen hoeveel cashflow is in de roulatie in deze samenleving. Welk cijfer is bekend dat er een roulatie is? En dat moet meneer Roemer een beetje komen vertellen van de centrale bank. Want hij weet hoeveel geld er in de roulatie is. Is het 1 miljard? Is het 2 miljard? Is het 3 miljard aan biljetten? En als die biljetten in roulatie zijn, weten die banken precies hoeveel is bij hun. En als die banken weten 50% van die volume is bij hun, ja, waar is die andere 50%? Als u begrijpt wat ik bedoel. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Goed, hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. Geweldig. Ondanks de COVID. Oké. De regering is er bijna al. Oké. Godzijdank. Oké. En een van die mensen die voorheen heeft gebeld, zei dat hij er vreselijk fantastisch over eruit ziet. Toen ik die televisie aanmaakte, dacht ik ook, meneer Pierkant ziet er vandaag extra mooi uit. Die kleding, die das, alles past bij elkaar. Ah, oké. En ik moet u een complimentje maken. Ja. Over uw programma.
En dat u me iedere keer aan het lachen brengt in deze benarde situatie in Suriname. Dat u me altijd lachen. Serieus? En daarvoor ben ik u dankbaar. Gaat u zo door. Oké. En laten we hopen dat onze nieuwe regering met alle oude dingen gaat afkappen. Ik wil het niet zeggen, grof zeggen, want straks gaat u me ook zeggen, nee, we gaan geen mensen beledigen, ik beledig niemand. Maar dat alle oude dingen die gebeurd zijn, dat ze het anders gaan doen, laat me het zo zeggen. Ja, ik begrijp u helemaal. In ieder geval, een fijne avond verder. En ik ga u hem een keertje komen lenen. Ik kan geen das aantrekken, maar dat hem kan ik wel aantrekken. Oké, geweldig. U moet me melden wanneer u het wil. Hier, geen probleem. Ik woon niet ver van een RBT. Van RBN bedoel je? RBN. Ik ken uw vader ook. Hij was begonnen met het programma. Oké, geweldig. Meld me wanneer u het wil lenen. Ik stuur het even naar de wasserij om het te wassen. Zodat en u schoon hem hebben. Nee, u mag het lenen. Afgesproken? Is goed, oké. Maar als je het hebt gedragen, moet je een foto van me sturen. Zeker. Begrijp je? Ja. Oké. Is goed, dankjewel. Kijk, Kala Jorkal is een uitzending waarvan we elkaar moeten leren. We hebben soms onze eigen humor. Ook al is het soms geen tijd, maar je moet soms blijven lachen in het leven. Je moet soms iets leuks kunnen horen, iets leuks kunnen zeggen. Want dit zijn de moeilijkste tijden die we weer meemaken in onze geschiedenis. En dat maken we allemaal mee, iedereen op zijn eigen niveau. Als u nagaat, bijna alle bedrijven in ons land zo goed als tot stilstand zijn gekomen. Al onze bedrijven. Zo goed als tot stilstand. Alle bedrijven draaien 50%, 60%. 70 max hoogwaarschijnlijk, omdat ons leven van vandaag niet meer hetzelfde is als februari van dit jaar. Ons leven is totaal anders geworden. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat we nog steeds onze ritme zoeken als mens, hoe om te gaan in deze tijd. We zoeken allemaal nog steeds onze eigen ritme. Los van dat hebben we voor COVID-19 hebben we reeds een kapotte economie gehad. Die economie was al kapot. En on top of that krijg je nog erbij dat het bedrijfsleven die voor funding generation geld moet zorgen, voor banen moet zorgen, nu ook kapot geslagen is geworden. Niet alleen door een slecht economisch beleid, maar on top is COVID-19 bijgekomen. Dus een heleboel bedrijven, ik zou niet zeggen allemaal, maar wel een heleboel, die op een legale, nette, eerlijke, rechtvaardige manier hun geld verdienen, die hebben allemaal problemen. Het zijn een aantal bedrijven die op een onrechtvaardige manier aan hun middelen zijn gekomen vanwege voorkeurspolitieke behandelingen die ze hebben gehad. Die hebben hun middelen vergaard op een onrechtmatige manier. Maar het overgrote deel, meerderheid van het bedrijfsleven, die hebben allemaal problemen. En wat zijn die problemen? De problemen zijn onder andere dat er geen werkgelegenheid komt. Als bedrijven niet draaien, gaan ze geen meer werk mensen in dienst kunnen nemen. Het maakt niet uit op welk niveau, maar ze kunnen geen mensen. Er is gewoon een stop in het bedrijfsleven. Met uitzondering alleen mensen die iets speciaals kennen, iets unieks kennen, die krijgen de beste kans. Maar down the road zijn er geen banen voorlopig weggelegd voor mensen. Je ziet bijna geen vacatures. Restaurants zijn dicht, mensen die kelners waren, die obers waren, mensen die dit soort mooie banen ook deden, die mensen hebben voorlopig geen werk. Dus het bedrijfsleven moet zo snel als mogelijk op gang komen en dat gaat weer een poos duren. Dat gebeurt niet morgen. Het gaat pas echt kunnen gebeuren wanneer wij allemaal op ons eigen niveau onze standaard hebben gevonden hoe te leven in deze tijd. Want we leven allemaal op een heel andere manier. Iedereen op zijn eigen manier. Het is geen business as usual meer. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond meneer Pierkan. Goedenavond. Van mijn kant uit mijn complimentjes. U ziet er prachtig uit. Wat die dame zegt. Ik hoop dat u ergens blauw heeft gezet. Isabito, zet nou maar op het blauw. Oké. Dus, waarover even nu ter zake. waarover ik het wil hebben.
Kijk, ik ben ook een kritische burger. Ik volg ook alles zeer kritisch. Als je aan mij zou vragen, bent u tevreden met het regeerteam? Zou ik hier en daar zeggen, ja, geef iedereen voordeel van de twijfel. Maar ik heb uw programma altijd een beetje gevolgd. Ik kom zelf ook uit het bedrijfsleven. Ik heb zaken hier in Suriname meegemaakt. Dat wij eigenlijk een cultuur hebben dat als je kritisch opstelt, dat men de manolobasan komt daar en zo. Ik heb uw programma gevolgd. U hebt in de aanloop naar de verkiezingen had u ook gezegd van oké, wie daar ook gaat komen, we moeten die mannen blijven volgen, blijven kritisch volgen. Dus ik vraag aan u, nu dat het bekend is wie de ministers gaan worden, straks ga je weer een stoelendans krijgen bij de directeuren van onze EBS, staatsolie, van onze parastatale bedrijven. Je gaat stoelendans krijgen bij de ambassadeurs. Je gaat stoelendans krijgen her en der. Maar wat gaan wij doen? Wij bedoel ik journalisten, de mensen die aan de zijlijn staan. Hoe gaan we deze mensen volgen? Hoe gaan we deze mensen kritisch houden? Hoe gaan we deze mensen, waar het nodig is, ondersteunen? Toch? Om toch het werk gedaan te hebben. En ik wil eigenlijk moeten we stoppen om te zeggen van, we nemen een land over waar er geen geld is. Hoe bij Sabasan, man. Laten we eerlijk zijn. Wij moeten onszelf niet voor de gek houden. We wisten wat we zouden overnemen. Toch? We wisten wat er gebeurde in het land. Wij als Surinaamse volk, en ik zeg het gewoon omdat ik ook onderdeel daarvan ben, wij hebben aan de zijlijn gestaan en gekeken hoe het land naar de pinaren werd gebracht door 10 jaar wat de regering heeft gedaan. Wij hadden veel in onze handen, maar wij hebben niet opgetreden. En dat trek ik ook zelf de boetekleed. Toch? Wij hebben aan de zijlijn gestaan en gekeken hoe het land eigenlijk mismanagement hier en daar, overal. Parastatale bedrijven, problemen, overal problemen. Maar hoe gaan wij, mijn vraag aan u is, hoe gaan wij samen, en waar nodig wil ik mijn steentje bijdragen, hoe gaan wij samen ervoor zorgen dat we deze mannen, vrouwen, mijn breedte dat ook, dat er vrouwelijke ministers zijn, hè? Volgens mij 5, is volgens mij ook voor het eerst in Suriname, maar neem dat ten goede, minister, precies. Maar hoe gaan wij ervoor zorgen, meneer Pierkan, jij en ik, jij nog meer natuurlijk, want u zit dichter bij het vuur dan ik, de gewone normale burger. Maar ja, hoe gaan wij deze jongens kritisch volgen? Dat is mijn vraag. Oké. Kijk, het probleem in mijn land, in ons land is dat de incoming government, de incoming government, als prioriteit op haar agenda moet zetten, priority one, los van het financieel-economisch gedeelte, los daarvan, moet dus als project die wet openbaarheid van bestuur aannemen. En wat houdt die wet in? Die wet houdt in dat u, als ik, wij allemaal toegang hebben tot documenten van de staat. U en ik kunnen pas controle uitoefenen als wij beschikken over documentatie. En doordat die wet er niet is, hebt u geen toegang daartoe. Ik ook niet. Wat we van tijd tot tijd vinden, is wanneer iemand zin heeft op een dag om jou wat te vertellen, of ons allemaal wat te vertellen. Dus we zijn dan steeds afhankelijk van de politieke mensen, wanneer ze zin hebben, oké, vertel ze vandaag nou dit, en vertel ze morgen dat. En vertel ze over 2 maanden dat. Maar wanneer die wet er is, openbaarheid van bestuur, dat is een wet, hebben wij allemaal recht en toegang tot documenten van de staat. En wanneer we recht hebben, kunnen we de documenten zelf doornemen, zelf beoordelen en dan zelf zien als de regering werkelijk goed bestuur voert. Totdat die wet er niet is, en die wet is er niet, ja, is het natte vingerwerk steeds, hè? Is natte vingerwerk. Dus ik ben de mening toegedaan.
het is een wet waarover we al jaren praten. Maar niemand durft het op de agenda te zetten, want dat geeft toegang tot documenten met uitzondering van staatsveiligheidsdocumenten. Dat begrijpt u. Documenten die te maken hebben met de veiligheid van de staat, daar kunnen wij geen toegang voor hebben. Dat mag niet. Dat is begrijpelijk. Maar algemene documenten, openbare aanbestedingen, grondbeschikkingen, grondconcessies, daar moeten wij toegang over hebben. Maar we hebben geen toegang. U hebt het niet. Dus wanneer dat prioriteit is, dan mag u me wel geloven dat iedere regering, iedere dag wanneer ze wakker wordt, iedere minister, 100% ervan gaan zorgen dat ze geen fouten gaan en kunnen maken. Goedenavond, u bent in uitzending. Goedenavond, meneer Pietkaan, hoe gaat het met u? Dank u wel. Hoe gaat het met u? Het gaat, ik doe mijn best. God doet de rest. God doet de rest? Ja. Maar God heeft gezegd, je moet werken, hè? Ja. Oké, okay, gelukkig. Oké. Okay. Prima. Gaat uw gang, gaat uw gang. Ik wou voor doorgeven dat meneer Santoki had gezegd, als hij aan de macht komt, zal hij visum afschaffen. En ik zou hem vragen dat hij snel luchtruimte openmaakt, zodat we de visum binnen kunnen halen. En dat was het. Oké, dank u wel. Kijk nu. Dit is Kal Ajorkal. Hij bestaat 25 jaar. En veel van de topics die mensen behandelen of vragen, hebben we vaak genoeg al gedaan, maar in een andere tijdspan van onze geschiedenis. Wanneer we praten over visumbeleid, en dan hebben we het, laten we zeggen, Nederland, we kijken naar Nederland, dan mag de staat Suriname, want we zijn een onafhankelijke zelfstandige staat, eigendunkelijk, eenzijdig beslissen, ik hef geen visum voor mensen afkomstig van de Europese Unie. Van de Europese Unie. Ik hef geen visumplicht. Punt uit. Die staat mag het doen. Nederland derhalve mag een eigen besluit. Maar je hoeft niet te wachten op Nederland wanneer Nederland het wil doen. Je hoeft niet te wachten. Jij mag als staat morgen besluiten, ik wil de versoepeling van mensen die uit West-Europa komen, althans de 27 lidlanden van de Europese Unie, en ik wil ze allemaal toegang bieden naar mijn land, zodat veel meer mensen kunnen komen, en ze kunnen op Zandrij komen, en ze kunnen een toeristenkaart kopen voor 25 euro, en huppel maar naar binnen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat mag in niemands land. Maar dat betekent niet dat Nederland het hoeft te doen. Want het beleid van Nederland ligt niet bij ons. Je moet die fout niet maken. Wij zijn geen Nederland. Maar de Nederlandse staat kan op basis van een democratische regering, op basis van een goede vriendschaprelatie, ook eventueel besluiten, maar dat is hun besluit, om te zeggen, weet je, we gaan een versoepeling doen van de visum. Want het beleid van Nederland is niet bij ons. We kunnen dat niet bepalen. Wij kunnen wel ons eigen beleid bepalen. Dat kan. Dus maar Nederland heeft een eigen beleid. En dus dan gaat Nederland misschien zeggen, als ze zin hebben, op een blauwe donderdag, jongens, we gaan het een beetje sneller maken, we gaan sneller toegang geven tot Surinamers, zodat ze allemaal vlotter kunnen komen, want we zijn voormalige moederland, kolonie, is een voormalige kolonie, et cetera, et cetera, et cetera. Of ze kunnen ook zeggen, jongens, we schaffen voor Surinamers die visum af, bij wijze van spreken. Maar dat is een Nederlandse aangelegenheid. Dat regardeert ons niet. En wij kunnen dat niet opleggen aan ze. Maar wij mogen morgenochtend zeggen, mensen in diaspora of mensen uit de Europese Unie, hé jongens, huppelen jullie maar naar binnen hier, hè. Koop een kaartje op Zandrij voor 25 euro. Of koop het online. Doe niet ingewikkeld. Koop het online. Online. Swap je kaart. Print het uit. En huppel naar binnen. Wat is zo moeilijk? Dat gebeurt in andere landen die veel mensen naar hun land willen brengen. Dus dat is ongeveer. En wat luchtruim open gaat, mevrouw, dat wordt samen bepaald internationaal. Is niet dat men die luchtruim wil sluiten. Dat is vanwege COVID-19... is onze luchtruim beperkt open. Want we moeten ook ervoor zorg dragen dat we onze burgers, wij, moeten ook beschermd worden.
Hoe kunnen die luchtruim niet zomaar opengooien? En dan huppelen plotseling hier mensen ons land binnen. Uit landen waarvan COVID-19 high risk is. En daar worden wij allemaal ziek van. Dus die luchtruim is niet zomaar gesloten. En je moet niet zeggen, meneer Santokki moet het openmaken. Het werkt niet zo. We moeten kijken, wanneer is onze veiligheid goed? Wanneer is de wereld een beetje beter wat de bestrijding van COVID-19 gaat? En uit welke landen laat je eerder toe dat die luchtruim een beetje ruimer open gaat? Uit welke landen? U gaat van Brazilië niet opengooien nu. Brazilië is high risk. Wilt u morgen iedere dag een vlucht uit Brazilië krijgen? Ik denk het niet dat we dat voorlopig willen. U bent in de uitzending. Goeiedag. Goedenavond, meneer Pirkan. Goedenavond. Ik wilde graag enkele zaken doorgeven. Maar het zal wel bekend zijn, hoor. Dat van die wet van openbaarheid van bestuur. Dat is in Nederland en dat hebben we hier niet. Die corruptiewet is ook niet doorgedrongen. Dus ik bedoel, is ook niet van kracht geweest in Suriname. En verder zou ik de hoop uitspreken dat de nieuwe regering al die salarissen, vooral van ministers, president, parlementariërs, omlaag brengt. Dat ze dus samen met het volk kunnen leven, want ze verdienen heel veel, onnodig. En ze hebben zoveel toelages nog erbij en andere zaken. En dat allemaal ten koste van het volk. En nog iets. Als je dus een paar jaren hebt gezeten als minister, parlementariër, dan verzorgt de staat Suriname je de rest van je leven. Ik bedoel, van Suriname is niet zo'n rijk land. Mijn land is echt niet zo rijk dat we die ministers en die directeuren en al die hoge functies daar de rest van hun leven een salaris moeten geven. Dat kan niet. Dus ik hoop dat dat zal geschieden. En ze zich niet zichzelf zegenen, maar ook het volk. Correct. Is goed, dank u wel. Uw opmerkingen zijn heel correct. Het is vaker aangehaald hier de afgelopen jaren. In Guyana, als een minister daar af is, betekent hij moet een baan gaan zoeken. Zo simpel ligt dat onder andere in Guyana. Wanneer een ambtenaar hier zijn periode is afgelopen, ben ik de mening toegedaan, zet je hem 2 of 3 maanden op wachtgeld. Wat we noemen wachtgeld betekent, geef hem 3 maanden nog zijn geld. En zeg je moet een baan gaan zoeken. Zo simpel als de burger, zo simpel als de burger die een baan verliest, naar een nieuwe baan moet gaan zoeken. Want een minister, een parlementariër, dat is een baan die je vervult, is een job die je vervult. En die dag dat je job is afgelopen, moet je als iedere werknemer, wat we noemen kamkarta, moet je een baan gaan zoeken. Dus het is een logisch ding wat die burger zegt. Het is gewoon niet onlogisch. Maar deze regels zijn 10 jaren geleden gemaakt, hè? Het zijn geen regels van nu. Het zijn zeer oude regels. En het is gedoogd en het is doorgegaan. Het is meer dan eerlijk, redelijk en billijk dat wie dan ook binnen de hiërarchische structuur, wanneer je periode is afgelopen, want dat moet je van tevoren weten, je moet het weten, dat je bepaalt maar 2 of 3 maanden, whatever, wachtgeld, en dan moet je een job gaan zoeken. Want als iemand, laten we zeggen, u werkt voor een bedrijf en u hebt morgen geen baan, je moet toch een baan gaan zoeken. Wat is het verschil tussen een parlementariër en een minister? Want die zijn werknemers van het land. Die zijn werknemers, zijn kamkartas, hè. Dus wat die burgerij zegt is niet onredelijk. Maar mensen moeten begrijpen dat zij geen afzonderlijke mensen zijn en speciale mensen gecreëerd door God omdat jij een speciale behandeling krijgt, omdat je morgen minister bent of parlementariër of God weet wat je wordt. Doe je baan, doe je job, is je job klaar, ga een andere baan zoeken. Ga een andere baan zoeken. En doordat je dat van tevoren gaat weten, dan ga je wel 10 keer nadenken, wil ik wel die baan als minister of parlementariër wel hebben? Je gaat 10 keer nadenken. Want neem bij wijze van spreken aan. Als iemand werkt voor een bedrijf
En die verdient 12.000 Amerikaanse dollars per maand. Want mensen verdienen dit geld ook bij particulieren. Hangt er af van welke eigenschappen je hebt. En die man gaat zeggen, nou, ik wil parlementariër gaan worden. Maar weet je wat? Als ik parlementariër word, dan ga ik hoogwaarschijnlijk maar $3.000 verdienen. Wil ik dat wel doen? Nou, hij gaat 10 keren nadenken. En als hij zegt, hij wil het doen, dan weet je tenminste minimaal dat de man die baan wil hebben op basis van liefde voor het land, liefde voor het werk en niet primair om het geld, want hij kreeg relatief veel meer geld buiten. Dus het is normal human common sense wat die burger zegt. Ik ben straks weer terug met Kalajorkel. Dames en luisteraars, welkom terug tot gisteren. Vandaag en morgen, Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 15 juli 2020. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze uitzending. Laat me u even ter herinnering meegeven dat wanneer u mee participeert in deze uitzending, welke ik dan ook verwelkom, beledigt u geen mensen, bespreekt u geen mensen, geeft u iets mee waarvan we van elkaar kunnen leren aan het eind. Dat is 1. 2. Wanneer u inbelt en mede participeert aan deze uitzending, doe ik graag de verzoek aan u dat u de volume van uw televisie, zover u naar Kal Ajorkal kijkt via Alpha Televisie, dat u uw volume zachter doet vanwege het feit dat als u uw geluid luid aan heeft, dat wij dan een storende echo krijgen, welke zeer hinderlijk is voor de kijkers en dan ook de radioluisteraars. U moet gewoon door de telefoon met mij praten, zo u wilt, communiceren. U bent in de uitzending, goedenavond. Hi, meneer Pirkan. Je spreekt met Sean. Ja, meneer. Gewoon een jonge burger van het land. Ja, meneer. Oké. Dus ik wil het eigenlijk hebben over de ontwikkeling. We hebben de verkiezingen achter de rug. Morgen hebben we een nieuwe president, zoals aan ons is voorgehouden. Ik heb van u geleerd dat we niet te vroeg moeten juichen. En ik heb net ook geluisterd naar uw wijze woorden. Dus dat de heer, de combinatie zijn Tokkie Brunswijk eigenlijk nog niks kunnen. Tot en met... de overdracht morgen. Oké. Goed. Al 44 jaar lang, sinds de onafhankelijkheid, straks 45 jaar, wordt dit land tot ontwikkeling gebracht. En we zijn na die 45 jaar nog steeds niet waar we moeten zijn. Ik denk dat het voor alle regeringen, zeg maar, niet alleen die. Ik zal het niet alleen hebben over die regering, het totale volk met de leiders. Ik denk dat voor het volk belangrijk is, educatie. Ook voor mij als persoon, ik ben 30 jaar. Educatie is belangrijk om het land te ontwikkelen. En ik denk dat voor die leiders zelf, wijsheid belangrijk is. Dus als we die combinatie hebben, de juiste combinatie hebben... Ik sta even bij die honden van me, sorry. Hi. Dus als we die juiste combinatie hebben, dan denk ik dat we al veel verder zouden zijn in het land. Dus ik hoop bij deze, wie loopt niet konderen, wie loopt niet eraan, ruil ik voor geen enkel ander land in, wie loopt niet eraan. Maar als we deze juiste combinatie hebben, educatie bij het volk, voor die ontwikkeling, wijsheid bij de leiders, voor de richting, dan komen we er wel. That's it. Thank you, meneer Pierre. Oké, dank u wel. Kijk, we krijgen morgen een nieuwe regering. En Santokki gaat dit land leiden. Samen met Ronnie Brunswijk. Ik heb een behoorlijk aantal keren in privé. Ik ga u vertellen, want je naam is Matti. Jullie zijn mijn familie toch, Isabi. Met een paar ondeugenden ertussen natuurlijk. Ik heb een behoorlijk aantal keren met hem in privé gepraat. In privé. En wanneer we privé praten, praten we anders dan wanneer we Kal Ajorkal zijn, geloof me. En ik denk dat hij heel veel goede bedoelingen heeft.
Daar geloof ik wel in. Heel veel goede bedoelingen. Maar hij gaat een, zijn regeerteam gaat een brede drive moeten hebben. Een brede drive. Die ministers, kijk, een deel van die ministers zijn voorgedragen door ABOP. Op basis van de contouren die ABOP heeft gesteld voor hun mensen om ministers te worden. De VHP heeft volgens haar protocollen ministers voorgedragen. En zo wil de NPS ook. Die heeft haar twee ministers voorgedragen. Maar in die fase waar die president in gaat komen, morgen, gaan al die ministers zo'n drive moeten hebben, dat als ze dat hoogwaarschijnlijk niet gaan kunnen bijhouden, want Santokhi heeft een brede hoog tempo. Breed hoog tempo. Je mag me geloven, zijn tempo is echt hoog. En als die mensen zijn tempo niet gaan kunnen bijhouden, dan gaan die mensen moeite hebben om aan te rennen achter die snelle, positieve, groeiende paard. Op, niet letterlijk bedoeld als dier, maar u wilt als renpaard. Als u weet wat ik bedoel. Als ze die drive niet hebben, en dat gaan we snel merken. 3-4 maanden ga ik het direct zien. Ik ga het zien, hè. Ja, maar drive, brada. Ino, maar draaia ministerie. Je begrijpt, want waarin, die fase waarin we ingaan, het is min of meer diezelfde fase, hoogwaarschijnlijk alleen een beetje erger dan toen Venetiaan had overgenomen. President Venetiaan heeft toen ook een lege kas gehad. Letterlijk een lege kas. Wat Venetiaan niet heeft gehad, was COVID-19. Oké, want dat was er toen niet. Maar een lege kas heeft hij ook gehad. Uiteindelijk moesten er veel hobbels gemaakt worden om dan naar een redelijk stabiel economisch land te gaan. Nu krijgt Santokhi, wat we zeggen allemaal, ja, we weten het, prima, je weet het. Maar geloof me, om een dubbeltje te verdienen, dat gaat niet morgen gebeuren. Geld verdienen gebeurt niet overnight. En wat een land nodig heeft, is geld. Geld, 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 met mensen, know-how, know-how, geld, geld, geld. Want als je niks maakt, je produceert niks, verdien je overigens ook niks. Het is niet moeilijk. Dus wat hij nou heeft, is een lege kas, wat we zeggen, prima, dat wisten we. Maar wat nog bij is gekomen is COVID-19, want we lopen allemaal vandaag aan de dag rond met de mondbedekking. En daar zitten wezenlijke grote verschillen in. En dat maakt het 10 keren moeilijker, want door COVID-19 ligt het bedrijfsleven ook plat. U bent in de uitzending. Goeiedag. Ja, goedenavond meneer Pieter. Goedenavond. Ja, ik ga u hem niet lenen. Ik kom het halen. Maar wacht even, ik heb het al aan iemand toegezegd. Ik kom het halen. U heeft de persoon gezegd, u gaat het lenen, dus ik krijg het weer terug. Dus wanneer terug is gehad, dan kom ik het halen. Ja, volgens mij kan ik een verhuurbusiness beginnen. Nee hoor, ik maak een grap. Ga je het goed? Meneer Pieter, ik kun meneer Santokhi morgen met zijn punten zijn. U heeft al het ene aan de verteld. Maar meneer Santokhi heeft gezegd, moet niet nog dit. Vakantiegelden worden niet uitbetaald. Klopt dat? Van mevrouw, hoe kan hij dat zeggen als hij nog niet op die stoel zit? Oh, hij is niet zeker, no? Zoiets in de zin, hoorde ik hem zeggen. Nee, in ieder geval. Aha, dan wordt er toch een kleine plechtigheid gehouden. Ja. Mm-hmm. Oké, maar in ieder geval, dat laat ik in het midden. Wat vindt u van die ministerschap? Vindt u alle ministers, oké, u bent presentator, ik weet niet, als u me antwoord gaat geven op die vraag die gisteren, bent u eens met al die ministers? Oké. Is dat het? Nee, dat niet. Ik dacht niet zomaar gelijk antwoord geven. Nee, als u klaar bent. Anders krijgen we hier een eindeloze discussie over waarschijnlijk. Oh, wat is hier niet over die ministerschappen? Ja, maar als, wat na morgen? Als u klaar bent. Ik gelijk op mijn post, toch? Ja, als u klaar bent. Wat zegt u? Als u klaar bent. Oh, dat gaat u daarop reageren, hè? Ja. Nee, mag ik nog even verder praten? Ja, gaat u gang. Ik zei ook een keer, u heeft het gezegd. Ik heb het gezegd voor meneer Sommerhagen, onbeleefd. Toen hij had gelijk, had meneer Santokhi was niet eens uitgepraat.
dat hij binnenlandse zaken krijgt en dat hij van, hij krijgt binnenlandse zaken. Wie heeft dat gezegd? Wie zei dat toch? Ja. Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. En hij heeft de plotselingen vanaf gezien. Waarom? Omdat er tegenreacties vanuit de samenleving is gekomen. Hij heeft vanaf gezien. Want hij zou het echt worden. En ja. Toen hij heeft vanaf gezien, zei ik ook aan mijn vrienden. Als meneer Somahajo had iemand daar zitten, maar hij gaat op de achtergrond zijn. Hij gaat bepalen wat er daar op het ministerie gebeurt. En kijk, hij is zijn zoon daar gezet. Die grammer wordt dat iemand van een kolo. En kijk, hij is zijn zoon daar gezet. Hij gaat bepalen. Ik hoop niet dat ik het erg vind dat ik het aanhaal. Nee, nee, nee. Ik luister, hoor. Luister. Hij gaat bepalen wat daar op het ministerie gebeurt. Luister. Ik vond hem ook onbeleefd. Maar in ieder geval, daarover gaan we niet praten. Maar hij gaat bepalen. Hij gaat bepalen wat daar op het ministerie. Dus vandaar dat ik het zei. Okay. Ik vind die man echt niet geschikt, hoor. Prima. Uh-huh. Is goed. En ja. Ik wilde ook even praten. Mag ik nog ook even iets aanhalen? Ja, wat voor lawaai is er op de achtergrond bij u? Wat zegt u? Wat voor lawaai is er op de achtergrond bij u? Oh, je hoort de lawaai nog? Ja. Hoort dit nog steeds? Niet meer, toch? Nee, gaat uw gang. Oké. Okay. Ja, ik ben wel even diep teleurgesteld. Die heeft helemaal niet in die richting gesproken. Maar ik voel toch aan mijn hand om het te zeggen. Om de geestelijke leider van de... Nou, dat is toch president, no? Meneer Pikaan? Wie is president? Meneer Boutens is tot nu toe nog president, hè? Ja. Correct. Oké. Okay. Dus dat kan niet zeggen de toenmalige president van nee. De president. Nee. Ja, toch? Oké. Okay. U heeft echt niet in die richting gestoken, maar ik voel gewoon op mijn hart om het te zeggen, hoor. Ik ben diep teleurgesteld in geestelijke leden. Niet op meneer Boutens, niet op meneer Boutens, hoor. En ik ga ook geen vinger wijzen op meneer Boutens, hoor. Hij is niet de boeman, de geestelijke leden van hem. Ik ben diep teleurgesteld. Echt, die als een man schot, voorganger van de kerk, nog een beetje geestelijke leider van de president. Oké, de president is geen god, maar een geestelijke leider. Dan kom je met zulke eisen, wat geld betreft, neem een stief mee. U moet je schamen. In plaats van die mensen dichterbij bij God brengt, dat speelt geld een baas in je leven. Nee, ik ben diep teleurgesteld hoor. En eerlijk gezegd, dan mag men boos op me worden. Iemand kan de president gewoon geen artikel. Iemand mag gewoon daarvoor dat geld, hoor. Sorry dat ik het moet zeggen, hoor. Bij deze neem ik de president niet kwalijk. Ik neem hem kwalijk. Is goed. Maar enfin, ik moest het echt kwijt, hoor. Oké, okay, ik hoorde mevrouw Danielle Veira ook zeggen dat die kerk weer open gaat, hoor. Maar er is een scholing van 5, toch, meneer Pierkan? Klopt het? Ik moet het aantal nog even correct natrekken. Ik heb het maar even niet gevolgd. Maar zoiets, mevrouw Danielle Veira? Ik denk dat ik me, vergis ik me, dat die kerken weer open gaan. Ik moet het nog goed verifiëren. Ik heb het niet gevolgd. Ik ben ook niet zeker. Maar mochten die kerken weer open gaan, die mensen die in die kerk van meneer Steve Meijer zitten, gemeenteleden. Ik vraag ze aan om die man aan te spreken, want dat kan niet. Wat voor geestelijke... In plaats van met zo'n COVID-situatie, je ziet letterlijk even, het is een vingerwijzing van God, eindtijd. Hij is op het geestelijke gebied. In plaats van mensen dichterbij bij God, denk je alleen aan geld? Ja. Nee man, ben diep teleurgesteld en je moet je schamen. Je schaamteloze geestelijke leider. Oké, is goed. Sorry, nee, maar ik bedoel, ik bedoel. Maar mevrouw, alstublieft. Oké, meneer. Dank u wel, mevrouw. We laten alle geestelijke leiders voor hun eigen verantwoordelijkheid. We laten alle mensen geloven in wie ze willen geloven. Want ze hebben de vrijheid om naar iedere kerk te gaan, naar iedere moskee te gaan, naar iedere mandir te gaan. En die vrijheid heeft de burger. Wow. Waarom gaat die telefoon van mij zo luid plotseling? Nee, toch? nee, dat doen we toch niet. Oké. Die vrijheid heeft iedereen. Je bent niet verplicht naar een bepaalde kerk of een bepaalde religieus huis te gaan. Die keuze heeft iedere burger op zichzelf. Wat die ministers aangaat, ik balloteer de ministers niet. Ik geef mijn commentaren op de ministers niet. We moeten alle mensen die eens de mogelijkheid hebben gehad en gekregen en kregen van en namens hun politieke partij, volgens de regels uitgezet door hun partij, laten we ze de ruimte geven. Je moet mensen eerst de ruimte geven
voor je de mensen kan beoordelen. Want het kan best wel verkeerd komen dat je mensen van tevoren beoordeelt en het zijn juist die mensen die super gaan presteren. Dus geef mensen even zuurstof. Geef mensen zuurstof. Maar heel opvallend bij alle ministers wat ik heb gezien, is dat op één na alle mensen nieuw zijn. Op mevrouw Lievens na, die de NPS heeft gepresenteerd, want zij was al eens minister, dan wel minister van Buitenlandse Zaken, zijn geen van de andere kandidaten, ministerskandidaten, want morgen worden ze formeel beëdigd, zijn geen van de andere 16 ooit minister geweest. Geen van de 16. Dus hoogwaarschijnlijk hebben de partijen een lijn uitgezet, met uitzondering van de NPS, dat wie eens reeds die functie heeft bekleed, niet nog een keer terug kan in die functie. En dat zien we bij de VHP. Of je het nou eens bent of niet, geen van de mensen hebben eens die functie bekleed. En dat geldt ook bij de ABOP. Met uitzondering van de NPS, die Marie Lievens wederom heeft voorgesteld als kandidaat, totdat ze morgen beëdigd wordt als minister. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Tirkan. Ik ga het heel kort houden. Ik wil praten. Ik ben zo enthousiast. Meneer Ivan vraagt. Ik ben zo enthousiast. Meneer Ivan vraagt. Kunt u uw televisie... Hallo? Wow, die verbinding is eruit. Maar in geval die meneer weer terugbelt... Die verbinding is eruit. Ik verzoek die meneer weer te bellen. Maar in geval u de verbinding weer krijgt, doe ik nogmaals een verzoek op iedereen die mee participeert wanneer u inbelt. Graag uw televisievolume zachter maken, alstublieft. We krijgen een storende echo dat erg hinderlijk is voor zowel de kijker als de radioluisteraar. Dank u wel daarvoor. Laten we naar wat coronavirusnieuws gaan. De Europese lidstaten, dat is Europa, daar zijn er 27 landen lid van de Europese Unie, die bereiden zich allemaal voor op een tweede golf van het coronavirus. Dus binnen de organisatie van de Europese Unie, gevestigd in Brussel, dat is de hoofdstad van België, bereiden al die landen zich voor dat er nog een tweede golf van die coronavirus kan komen naar Europa toe. Die voorbereiding doen ze. Vandaag in Amerika is bekendgemaakt dat men bezig is met proeftesten van het vaccin. Dus men heeft het vermoeden, is nog niet zeker, dat men een vaccin heeft gevonden. Men heeft reeds op 45 personen de eerste proef gedaan en die blijken goed te zijn. Maar ze willen het doen op 30.000 mensen. Dus men is hoopvol gestemd. Men is hoopvol gestemd dat er een vaccin gevonden kan worden tegen het coronavirus. De proeven die zijn gedaan op de eerste 45 mensen, dat zijn alle mensen onder de leeftijd van 55 jaar. Mocht er inderdaad positief nieuws uitkomen, wat even een half jaar nog gaat duren, voor men het weet, gaat het pakweg een jaar tot anderhalf duren voor die vaccin op de markt is, want je gaat een lijn moeten aanleggen, een productielijn moeten aanleggen, een fabricagelijn moeten aanleggen voor het op de markt. Dus wanneer men iets heeft gevonden, mag je nog anderhalf jaar uittrekken voor het op de markt komt. Maar men is hoopvol gestemd, men is nog niet zeker. Men gaat er ook van uit dat mocht het positief zijn, dat het goed zou zijn dat 7,5 miljard mensen die vaccin gebruiken om eventuele verdere besmetting te voorkomen. En 7,5 miljard, dat is de totale wereldbevolking, te voorzien van die medicatie. Andere experts zeggen van kijk, als het 80% van de wereldbevolking is dat goed genoeg, want 100 haal je nooit, maar met 80%, want je gaat iedereen moeten voorzien daarvan. Maar voorlopig is het redelijk nieuws, is nog geen 100% goed nieuws, houdt u dat ook vast. U bent in de uitzending, bedankt voor het wachten. Ja, meneer Tirkan, goedenavond.
Goedenavond. Ik wil even mijn mening geven als burger. Ja, meneer. De twee mensen die morgen beëdigd worden. Helaas, als bezorgde burger moet ik zeggen, jammer. Geen van beiden hebben voor mij een schoen blad. Niet meneer Brunswijk, niet meneer Santoki. Huh? Mijn vraag is nu, de PG doet een incidentenonderzoek. Alles wat mogelijk in de Binnenlandse Oorlog is gebeurd, dingen is begaan en zo. Misschien dat u mij zegt, u kunt mij ook corrigeren als ik verkeerd ben, toch? Wat gebeurt met die dingen? En als meneer Brunswijk niet naar buiten mag gaan, als dat zo is, u corrigeert mij, dan is hij een gevangene in eigen huis, als ik dat zeggen mag. Ja? Ik vraag me soms af, zijn er geen betere mensen in dit land? Kijk, meneer Rusland, daar niet dat ik reclame voor hem maak. Maar hij straalt veel meer beters uit dan beide mannen daar. Is goed dan. Dank u wel. Oké, dank u wel. Dat is uw opvatting. We nemen uw opvatting mee. We nemen uw opvatting mee. Laat mij u... Ik heb het al een keer uitgelegd. Maar steeds als die vraag komt... dan is het hoogwaarschijnlijk mijn werk om het steeds weer aanvullend uit te leggen. Aanvullend. Want het kan zijn dat mensen niet iedere keer... Kijk, Kalajdzor moet je zien als een tv-serie. Er is altijd een vervolg. En als u 10 uitzendingen hebt gemist... en u komt met een vraagstelling... en dan denkt u, oké, ik heb een vraag. Prima, we zijn zo blij. Ik ben ook blij voor u. Ik ben ook blij zelf dat u inbelt. Maar die vraag hebben we ook al 10 keren geleden behandeld. Maar met alle genoegen, als er ruimte is, zal ik deze meneer wat aanvullende informatie geven. Ik ga hem niet tegenspreken, want dat is zijn mening. Ik ga hem wat aanvullende informatie geven voor zijn eigen oriëntatie. De eerste die ik wil meegeven ten aanzien van de Binnenlandse Oorlog. Zover u dat niet weet, er is destijds amnestie verleend tegen datgene wat is gebeurd. En amnestie betekent niks anders dan verschoning... van al datgene dat is gebeurd. En daaronder valt meneer Ronnie Brunswijk. Dus dan weet u dat ook. Dat is 1. Ten aanzien van het mogelijk reizen, daar kom ik straks op terug. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond. Dag Farid. Ja, goedenavond. Ik wil het even hebben over de inauguratie morgen. Men heeft bekendgemaakt dat het de parade een half uur maar gaat duren. In verband met COVID-maatregelen. Men heeft ook gevraagd dat, of gezegd dat er weinig publiek toegelaten gaat worden. Wat ik me afvraag, als men van tevoren weet dat men die maatregelen gaat treffen en toch weinig publiek gaat toelaten. Waarom dan zoveel kosten? Om het ten goede. Misschien is het ook gedoneerd dat er zulke grote tenten op het plein moesten komen. Het zou mooier zijn, dat is mijn idee, als het toch zo kort duurt, dat de komende president Santoki bij het paleis had gestaan, daar op het beneden op het bordes. En dat de parade vanuit de Gravenstraat rechtdoor onder het bordes was gegaan. En aan de andere kant eruit was gekomen, rechtsaf naar de waterkant toe. En dan had het publiek toch bij die omheining kunnen staan, bij die heining daar. Waardoor je die distans had van bijna 5 tot 6, 7 meter. En dat ze toch konden genieten. Dus dat is eigenlijk een opmerking die ik wilde maken, hoor. Het gaat bij mij meer om de kosten die zijn gemaakt voor een half uur alleen maar op het plein. Dan had ik gedacht van, dan hadden ze dat toch beter en het had een mooiere uitstraling gehad, dacht ik. Maar goed, dat was het even. Graag jouw mening erover, hoor. Dank je wel. Oké, dank u wel. Laat me aanvullend zijn. Misschien hebt u dat gedeelte gemist. Wat de opzet die u ziet op het onafhankelijkheidsplein is niet per se voor die defilé gemaakt. Nee, die opzet daar is gemaakt omdat de openbare vergadering van de Nationale Assemblée, welke in het gebouw van het parlement gebeurt, is verplaatst naar de Onafhankelijkheidsplein. Dus
De Amstketen gaat morgen op het Onafhankelijkheidsplein worden overgedragen. Dus wat u daar hebt ziet, is niet speciaal voor die défilé alleen. Het is voor die hele protocolaire afhandeling van het geheel dat 10 uur 's morgens begint. Houdt u dat vast, want die défilé is pas om 2:30. Is pas om 2:30. Dus vanaf 10 uur heb je die protocolaire afhandeling van toespraken, ambtsketen overdragen, etc., etc., etc. Want de openbare vergadering van het parlement is op het Onafhankelijkheidsplein. Zo is die convocatie uitgegaan. En dat de mensen een feestje mogen hebben, ik gun het ze een feestje. Is een klein beperkt feestje, kan ten opzichte van als het een normale situatie was. Je moet beperkte genodigden hebben. Je hebt te maken met internationale relaties, je hebt te maken met bevriende naties, je hebt diplomatieke betrekkingen met landen die hier gevestigd zijn, je hebt diplomatieke relaties met honorair consuls die hier zijn, je hebt internationale organisaties, de WHO, de PAHO, de IDB, je hebt ze allemaal hier, dat zijn allemaal mensen met wie je als land een verbinding maakt. Dus die beperking, die mensen zijn uitgenodigd. En er zijn maar 400 mensen uitgenodigd, als ik het goed heb. Zeer beperkt. Dus we moeten niet steeds zo kijken omdat we een grote tent zien. Die tent is die openbare vergadering van het parlement, is daar morgen buiten. En die défilé is maar een 30 minuten. En dat is op straat, dus die tent is niet gemaakt voor die défilé speciaal. Het is voor dat heel ding van 10 uur tot pakweg 3 uur. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, meneer Birkan. Goedenavond. Ik wilde vragen of die boot al aangekomen is met dat geld. Ja, Monidoro. Want dan had hij mijn oma, ze hebben het niet. Waarom? Omdat mijn president, mijn de bevoegdheid, naar meneer Hoofdraad de bevoegdheid, mijn Abbas Roto. Dus met vrede. Oké, is dat het? Jawel, dat is het alleen maar. Dank u wel. Kijk, de lading is vandaag ingeklaard. Vandaag is het ingeklaard. Het is vandaag ontladen bij de centrale bank. Het gaat in de kluis, het gaat geregistreerd, het gaat administrateerd worden. Dus het komt morgen niet in de relatie nog. Nee. En overigens, de verantwoordelijke voor de biljetten, dat is niet de minister van Financiën, dat is de governor van de centrale bank. Dus je moet dingen kunnen scheiden. Weet wat er is gebeurd de afgelopen periode? Omdat er zo rommelig aan toegegaan is bij de Centrale Bank van Suriname, voornamelijk tijdens de periode van Hoefdraad en voornamelijk tijdens de periode van Tricht, dan kan de burger niet meer het onderscheid maken tussen wat is ministerie van Financiën en wat is de functie van de Centrale Bank. Omdat er zo'n vermenging heeft plaatsgevonden tussen die twee instituten, terwijl ze twee onafhankelijke instituten zijn, zelfstandig instituten, er is zo'n vermenging plaatsgevonden dat die burgerij het niet meer uit elkaar kan halen. Dus wat er gaat moeten gebeuren, is de totale herordening dat die centrale bank haar plaats van wel eer weer krijgt, dat niemand mag bemoeien met die centrale bank. Is een instituut op zichzelf. Maar we hebben gezien, die president heeft bemoeid. We hebben gezien, die minister heeft bemoeid. Iedereen ging bemoeien, dat ding ligt op een groot feestje daar zo. En vandaar dat die burger niet meer weet. En die burger denkt dat iedereen mag rommelen bij die bank, wat niet het geval is. U bent in de uitzending, goeiedag. Ja, goedenavond meneer Pierkan. Inderdaad, ik moet het ook zeggen, de kleur is heel mooi van het hemd. Oké. Ik denk dat het zo is. Waarover ik het wil hebben. Een dame had gebeld over dat geval van Steve Meyer. En ik ben het echt eens met haar. Alleen maar, ik zou niet, die volgelingen of van die kerk, want die dame had geadviseerd van ja, ze moeten hem aanspreken en zo. Maar ik denk dat niet goed genoeg is. Ik zou eerder gewoon weggaan van zo'n kerk. Zo iemand wil je toch niet hebben als je voorganger of whatever. En het is niet de eerste keer. Hij was al eerder met die seksschandaal of verkrachting of wat het was. En dan nu dit zo schaamteloos.
Dus ik zou liever zeggen bye-bye. En verder zie ik een lijn. Ik weet niet of ik het... ja, zo ervaar ik het. Eenzelfde lijn een beetje. Met die schaamteloze benoemingen van de laatste tijd. Mensen die weggaan over een paar dagen. En dan worden ze beleidsadviseur enzovoort enzovoort. Op zoveel plaatsen. En ik bedoel, er komt een ander beleid, denk ik. En jij bent helemaal van de andere kant. Dan wat ga je als beleidsadviseur? En vooral omdat er al geen geld is en het zijn zulke hoge bedragen. Dus dat vind ik, we zijn al in een bijna default situatie. Helemaal geen geld, behalve dat. Zoveel miljarden schulden ook nog. De pot is leeg. Maar dat is nog niet alles. Zoveel schulden ook nog. Leningen die betaald moeten worden. Dan, als je zoiets doet, dan vind ik het zo schaamteloos. Dan denk ik, er moeten toch NDP'ers zijn die ook wel het hart op de juiste plek hebben. En als je dit alles meemaakt en je blijft nog NDP goed vinden, dan vraag ik me af, is net als met die Steve Meijer. Dan ga je toch liever weg. Ik zou zeggen, dit is te erg en ik hoop dat we het als volk nooit vergeten, want het is te bezachtig voor mij. Okay. Dat is wat ik wilde zeggen. Is goed. Prima, dank u wel. Kijkt u ten aanzien van bisschop Steve Meijer, het ligt aan de kerkgangers. Het is wat zij willen doen. Het ligt niet aan ons om voor die kerkgangers te beslissen wat ze moeten doen. Als u geen lid bent van die man zijn kerk, die man zijn genootschap, prima. Maar er zijn hoogwaarschijnlijk mensen, en dat is hun goed recht, die misschien wel geloven in wat die man zegt. Ik geloof niet in wat die man zegt. Maar dat betekent nog niet dat ik anderen moet verbieden om niet te gaan geloven. Wie ben ik om dat te doen? Wie ben ik om die stelling op te nemen? Dus het ligt aan die mensen. Daarom geef ik geen commentaar erop. Maar ik zelf denk van, oké, moet ik $50 voor je brengen? Jippie-kajé. Nee toch, koers 10? Nee toch. Waarom geen koers 9? Waarom geen koers 10? Ik heb het filmpje ook gezien. Maar het ligt aan die mensen. Het ligt niet aan ons. We kunnen misschien onze mening persoonlijke mening erover hebben. Maar de burgerij is vrij omdat we vrij van religie hier hebben. We mogen geloven in wat we willen, zolang we de anderen elkaar niet storen en hinderen. U bent in de uitzending, goedenavond. Meneer Pikaan. Ja. Even een correctie. Ja. U heeft daarnet gehad over dat mevrouw Levens de enige persoon is die minister is geweest. Maar meneer Santokki, hij is nu elect president, maar hij was ook minister van Justitie. Ja, maar hij is geen minister in dit kabinet. Hij is president. Er is een verschil tussen president en een minister. Een president wordt gekozen in het parlement en een minister wordt niet gekozen in het parlement. Maar hij is de general boss. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Een minister wordt benoemd en ontslagen. Een president wordt gekozen. Dat is een verschil. Oké, dank u wel. Oké. Het verschil. Een minister wordt niet gekozen. Een minister wordt gevraagd. Hey, wil je minister worden? Ik vind je leuk. Ik vind je cv goed. Ik vind dat je mijn werk kan doen voor me. Ik vind dat je een drive hebt. Yippie-kajee. Dan mag je komen. Maar president wordt gekozen, dat heb je toch gevolgd in het parlement. Hij wordt gekozen door het volk. Hij wordt gekozen door de Nationale Assemblée, een afgeleider van de natie vanwege de uitslag van de verkiezing. Vind daar de verkiezing. Er is een wezenlijk verschil. Er is een wezenlijk verschil. Er is een groot verschil zelf. Heel groot. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkel. Tot straks. Dames en luisteraars, welkom terug tot deze woensdagsaflevering van Gisteren, Vandaag en Morgen, Rashid Pierkans Kalajorkel.
Dit is de aflevering voor woensdag 15 juli 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. Laat me mensen even weer herinneren, voor zover u net hebt aangezet of uw tv hebt aangezet of uw radio. U mag mee participeren aan deze uitzending. Beledigt u geen mensen, we hebben geen boodschap eraan. Het boeit niemand als u mensen beledigt. We leren er ook niet veel uit, maar u mag uw mening wel geven. Verder doe ik graag het verzoek aan u als u inbelt en u bent in die uitzending, graag de volume van uw televisie, zover u uw televisie aan hebt, dat u die volume laag houdt, anders krijg ik een zeer storend geluid en dan moet ik steeds keer op keer het verzoek doen. Ik weet dat u graag uw stem hoogwaarschijnlijk wenst te horen, maar dan krijgen we een nagalm ervoor en dat is zeer hinderlijk. Dus graag die volume heel lager doen. Een meneer belde eerder op en hij zei, ja, Ronnie Brunswijk, die is vicepresident, hij gaat niet op reis kunnen, bla 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 bla. Voor het gemak, meneer Brunswijk gaat wel op reis kunnen. Oké? Hij gaat wel op reis kunnen omdat hij gewoon onschendbaar is. En daarvoor zijn er internationale verdragen voor getekend, onder andere het verdrag van Wenen. Wenen is de hoofdplaats van Oostenrijk en ze hebben het verdrag genoemd aan de hand van de plaats waar het verdrag is getekend. Dat wanneer mensen in officiële staatsfuncties zijn, ze onschendbaarheid genieten, dat betekent dat zij niet gearresteerd kunnen worden buiten de grenzen. Zover het land waar je naartoe gaat, jou die toestemming geeft om het land voor te gaan bezoeken. Zo simpel ligt dat niet anders. U bent de Kalajor Kal. Goedenavond. Goedenavond. Ik wil ook een kleine bijdrage leveren met betrekking tot de zaken welke aangehaald zijn. Gaat u gaan. U heeft heel netjes opgezomd een beetje de overname van meneer Veentjean. Hij had ook nul overgenomen. Lege kas. Evenwel moet ik u zeggen dat waarschijnlijk het u ontgaan is. Dat zat ook niet alleen maar een lege kas, maar 100 zoveel schulden bij op zijn kop heeft gekregen van de huidige machthebbers. Terwijl meneer Veentjean een heel kleine binnenlandse schuld had. Laat me u aanvullend zijn. Ik ben niks vergeten, maar ik geef alles in hoofdlijnen. Want als ik ga praten, dan gaat niemand de kans meer krijgen om te bellen. Begrijpt u? Dus ik praat in hoofdlijnen. Want als ik u mijn verhaal vertel, dan komt niemand meer aan bod in deze uitzending. Hè? En dat is niet de bedoeling. Oké. Maar goed. Goed. Die zware last zal ook op zijn kop daar geplaatst worden. En inderdaad heeft u gezegd, geef al die ministers toch wel de regering de kans om te werken. En u heeft duidelijk gezegd dat u meneer Santoki kent en is een man die gaat werken dag en nacht. En hij gaat de kar moeten trekken, ja, zoals u zegt. En inderdaad is het bekend van hem dat hij weinig rust en veel werkt. Dus we hopen dat de nieuwe minister hem toch wel zullen kunnen bijbenen. En verder moet ik u zeggen dat er zijn veel vragen gesteld met betrekking tot antecedentenonderzoek. Daarover kunnen we breed praten, maar laten we toch wel heel weinig daarover nu zeggen, omdat meneer Boutersen ook geen schone blad had en toch wel als president toegelaten was. Dus met betrekking tot antecedentenonderzoek wil ik mij nog niet wagen, omdat u heeft duidelijk aangehaald, er is gratie verleend. Maar ik weet niet of wanneer er gratie verleend wordt, dat de grondwet daarmee bedoelt dat je geen bepaalde functie mag bekleden of niet of wel. Daarover is er weinig geschreven. Ik vind, willen meneer Brunswijk en meneer Santoki duidelijke richtlijnen uitvaardigen hoe en wat in de toekomst voor DNA, voor minister, voor de president, dan zal het de samenleving goed doen, denk ik. Duidelijk omschreven, een raamwerk
wie tot president gekozen kan worden en wat je niet gedaan mag hebben en wat toch wel verwaarloosd kan worden, zodat de samenleving niet te veel vragen opwerpt. Ik begrijp de samenleving. En inderdaad is er geld gekomen. Dus er is geld gekomen, er is geld ingeklaard. Dus ik denk dat de samenleving toch wel gerust is gesteld dat ze een van de maand kunnen, hun salaris kunnen ontvangen. Maar aan de andere kant zeg ik ook, de koers is nu bijna 13. 13 kan je toch wel een dollar vinden. Zodra het geld in omloop komt, dan kan ik u zeggen dat de koers even zal stijgen naar 15, denk ik hoor. Naar 15. Laten we hopen van niet. Maar dat is nu de realiteit. Ja. Maar goed, laten we kijken wat het wordt. Zoals u zegt, laten we hopen dat we na 9 maanden toch wel kunnen evalueren hoe en wat. Welke minister zich kan bijhouden. Of de president en de vicepresident toch wel het beter kunnen doen. Oké. Okay. Ja, is goed. Dus goed, dat was het. Is goed, dank u wel. Ten aanzien van lonen, salarissen, betekent niet per se, omdat er geld is gekomen van de centrale bank, het van die staat is. Het is niet van die staat, hè. Het is onder beheer van de centrale bank. Wanneer die overheid nou lonen moet betalen en de minister van Financiën beschikt niet over geld, kan hij niet naar de centrale bank gaan. Oké, je hebt geld daar. Geef me dat geld. Jippie kan jij. Nee, dat werkt niet zo. Die overheid gaat geld moeten lenen. Die overheid, als je geen geld hebt, die overheid moet je dat geld lenen. Dus voor deze maand heeft die overheid geen geld om te betalen. Maar ik begrijp wel dat die banken positief gaan helpen in de zin van dat ze die overheid gaan lenen. Begrijpt u? En dat was ook gebeurd bij Venetiaan. Toen Venetiaan over had genomen, had hij geen geld om die eerste maand te betalen. Gaat u hem vragen, hij had het niet. Hij is het gaan lenen om die eerste maand te overbruggen en daarna kwam eventueel een beetje zuurstof. Dus nu gaat Santokki, en dat is al geregeld, laat die man nog hadden edde. Archimie, nou gaat u edde. Maar met mijn retorie toch? Ze gaan dat geld lenen, maar tegen lenen heb je dekking voor nodig. Je hebt dekking voor nodig. En die banken, begrijp ik, zijn positief gesteld met het aantreden van de nieuwe regering. En wanneer een bankier en banken positief zijn gesteld, zijn ze bereid met de nieuwe machthebber die positieve dingen uitstraalt geld te lenen. Dus je moet niet koffer. Alleen moeten ze gaan kijken tegen welke rente. Want dan bang je nog niet gratis. Ja. Je grapje Mickey. Alleen moeten ze gaan zeggen van, hey, is het een korttermijnlening van 3 maanden, 6 maanden, 8 maanden en hoeveel rente geef je me? En alsjeblieft. Dus ze gaan dat geld bij elkaar harken. Die ambtenaren hoeven niet bang te worden ervoor. Geloof me. Ze hoeven niet bang te worden. Maar wat extra bij komt in deze man. Maar bouwt hij lang met Tamara. Bouwt dat ook. Hey, Tjaan, Iwan Trump president. Teka had ide me grati, brada. Me grati, teka had ide. Want niet alleen lonen moeten betaald worden. Vakantiegeld moet ook nog betaald worden. Dus er komt, los van de lonen, ook nog vakantiegeld erbij. Dus er komt een hoop geld. En die overheid heeft geen geld. Dus wat doet die overheid? Waar vind ik geld? Hij moet gaan lenen. Waar ga je lenen? Je gaat bij de banken lenen. En dan gaan die banken met jou een agreement maken. En op basis daarvan ga je die overbrugging krijgen. U bent in de uitzending. Goedenavond. Isabel, kan me bellen, hè? Goedenavond. Isabel, kan me bellen. Dat ben jij schwing zo. Ja, nou, no. Met hyper te meeren, je toch? Met hyper. Nee, maar laat me toch. Want als mijn demo zegt, dan gaan we bommen op die FD man op je vakantiegeld. No. Money op praten. Ja, nou. De man lena money. Look, de man have money. Maar of banken positief zijn dat je aan een slechte paai man, dan bang je alleen niet aan money. Aye. Je begrijpt? Yes. Ik familie op jou, en ik hoop dat je op mij, want ik hoop ervan, ik loop niet. Aye, ook te loop jou. Of ik ben actie geen 10 cents. Ik ben alleen mij toch. Mijn geer, mijn leen jij. Is hij? Maar je hebt geen rente.
Kogo takdo, traktor, gitratori. Ye pai pai man. Mina pai man. Ye pai pai man. Miano meye, mina pai man. Ate ele, no mano te malolo zandi. Yere no, misa pa Hindustani yere. Misa pa Hindustani elibi. Mina pai man. Noko teim taki na pai man. Ishi mi stress? Ha? Lero no, mino wa wiki manteng. Mino wa wiki. Ye zandre taka de laatste 10 jari. Mino wa wiki manteng. Da la laatste 5 jari. Mino wa wiki mate da mi miere mi pai wan man. Mino wa wiki so. No. Oké. Okay. No. Ben je? Ik leef op maar dat met... Maar dat is mijn vertrouwen als je mijn vertrouwen. Daarom neem vertrouwen op ons, maar moro. Schat, je moet leven met wat je hebt. Maar wat is het? Amoy boys bi, Sami loopt zo te. Amoy kuli boys India. Aman dede van man de mandali bi. No, aman no dede man. De man takwa lolo san yongo. Dat is fake news, man. Aman no dede. Dat is wat actie talk. Je bedoel Amitabh. Je bedoel Amitabh Bachchan. Melaki. No, man, dede ete man. Man, ka dede so talk. Wat dan maat pa kulie te pa Facebook. Na maat ta kwa lo san man. Lo san de maat ta ki review da mi de seke tak e ama e blo ete. On Facebook lai wa lo 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 man tu era. Lo lo man. Boy, de maat ka dede jis ma yo san. Je luister, Facebook is goed, maar is ook slecht. Facebook is goed, maar ook slecht. Ay, misabi, misabi. Je mij kiri, ja, je mij kiri gewoon. Ja, ja, mij kiri. Ja, ik wil, maar mij wat tegen, a christendom. Want daarom is het dat mij de brief nou aan, maar moro. A christendom. Laat ons aan ze motaki. De man, hou op. Want volgens mij, voor strong wang voorganger. In Sernang, het doe asandisi. Begrijp je, want dat je stoor aan orde voor het christendom, toch? Dat je hem doet, begrijp je? Je moet rekening houden, je hebt een grote verantwoording. Je bent van een of andere goed geordende, denk ik, kerk, volle evangelie. Die man moet op dat matje geroepen worden. Mag je zo vragen? Is er geen ordering bij de leden dat het anders gedaan moet worden? Zo kan je het niet maken, waar ben je bezig? Er is een grote massa in Suriname, christenen. Toch? Ik keur het af. Je kan het niet maken. Als je een bepaalde lering hebt of een bepaalde know-how hebt, dan kan je het niet maken, toch? Wat doe je met de rest? Nooit meer dat je maken doet, een soort sandwich van IBG of van Rooms-Katholiek. Je gaat netjes bepaalde plaatsen een verzoek doen. Als je in gebreken bent van dingen. Begrijpen van gelden. Maar dit kan je niet maken toch. Laat die man ophouden. En je hebt al een zwarte bladzijde. Hoe voorzichtig moet je niet zijn als geordend voorganger. Dus laten we even eerlijk zijn. De christendom moet dit ding recht trekken. Want het is niet prettig voor de resterende christenen in het land Suriname. Dag mi guru. Mi lobby sote. Oké. Ja, kijk, ik laat die religieuze discussie voor mensen die die discussie willen voeren. Ik ga niet graag in religieuze discussies. Wat ik wel weet, wanneer je kerkgenootschap of jouw religieuze genootschap iets geeft, wordt het niet gevraagd. Je geeft wat je hebt. Als je 50 cent hebt, geef je 50 cent. Als je een appel hebt, geef je ook een appel. Want wij zeggen, die 50 cent heeft dezelfde waarde als iemand die 5 miljoen geeft. Dus het is hoe je ernaar kijkt. Dus ik meng me niet graag in de discussies, maar ik laat het over voor mensen die deel uitmaken van die genootschap om hun mening te vormen en hun besluiten daarover te nemen. Maar ik zou het wel een klein beetje raar vinden als ik naar mijn moskee zou gaan. Dat mi molbi of mi miyachi, dat is die voorganger, plotseling amatak in wa goedba. Wa goedba nou wa leasing, hè? Nou wa leasing. Amatak, oké, okay, en als jullie de deur uitgaan, moet jullie allemaal $100 storten, maar liefst tegen de koers van 10. Maar amatak, dat is ook iets probleem, dan ga boebi, probleem. Maar goed, gelukkig. Verschillende mensen op aarde, verschillende denkwijzen en iedereen op zijn eigen manier. U bent in de uitzending, goedenavond. Hallo. Ja. Goedenavond. Hallo. Bent u er?
Ja, ik ben er. Ja, gaat uw gang. Ja, ja, meneer Pierkan, goedenavond. Ja, goeie. Gaat uw gang. Ja. Ik wil... Ik heb 35 jaar... op het ministerie van Financiën gewerkt. En ik ben er in 2010... uitgegaan als beleidsadviseur. Ik wil een hinderlijke opmerking en een vervelend misverstand uit de wereld helpen. En dat is namelijk de opmerking: er is geen geld. Er is geen geld. Dat is eigenlijk, als je goed naar die opmerking kijkt, belachelijke opmerking. Er is altijd geld, maar het geld wordt verkeerd. Wordt verkeerd besteed. Dat wilde ik even meegeven als positieve bijdrage voor de nieuwe regering. Oké, dank u. Laat zij dit alsjeblieft niet nooit zeggen. Oké, dankjewel. Dit is Kalajorkel, de overheid, grootste deel van die koek van die overheid. Die overheid heeft een koek en die koek moet verdeeld worden. En die koek moet je zien als een pot met dat gedeeld moet worden. Die overheid moet iedere maand, volgens cijfers uit 2019, die Ashwin Adin had bekendgemaakt, moet die overheid 40.000 ambtenaren per maand betalen. Dus dan heb je een cake. Dus een groot deel van die cake gaat naar lonen. Gaat naar lonen. Dan blijft er zo een klein deel van die cake over. De rijk van die cake moet gaan naar andere zaken. Zoals onderhoud gebouwen, educatie, infrastructuur, subsidie voor licht en water, subsidie voor weeshuizen, subsidie voor gehandicapten, subsidie voor sociaal. Dus die cake dat overblijft voor andere doelen is te klein. Is dan te klein. En daar hebben we een scheefgroei erin. En die scheefgroei, die los je niet in één dag op. Dat mag je me echt wel even geloven. Het is leuk dat mensen babbelen, maar je lost het niet in één dag op. Je kan die scheefgroei alleen rechttrekken in een timeline, als je bepaalde maatregelen treft en durft te treffen, maar tegelijkertijd moet je ook een inverdiencapaciteit hebben. Want die overheid moet kunnen verdienen om te zeggen, ik wil meer scholen voor je bouwen. Ik wil betere wegen voor je hebben, ik wil groter. Dat heb je voor geld, dat moet je verdienen. En de overheid heeft bepaalde modellen waaraan ze kan verdienen. En die modellen moeten we perfectioneren, aanscherpen en daarom worden verbeteren. Maar daar kom ik een andere keer op terug. U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond, meneer Pierkan. Ja, goedenavond. Ik moet u bedanken voor de wijze waarop u zich inzet om de bevolking gerust te stellen wat er allemaal speelt. Maar wat er nu gebeurt, u weet dat de totale schuld, omgerekend in dollars, 3 miljard, oftewel 3000 miljoen is. En de staatsolie die gaat pompen straks over 2-3 jaren, gaat maar $50 miljoen aan Suriname afgeven. Ik vraag me af, als je berekent, dan is het in die 5 jaren 250 miljoen. Dus in 60 jaar pas ga je die 3000 miljoen kunnen verdienen van de staatsolie. Dus ik zou de minister van LVV, waarover een reus is, dat hij zich zou moeten inzetten en afkijken van Nederland, die alleen aan landbouw miljarden verdient.
Dus dit is mijn boodschap. Ik wil, we zijn als bevolking bijzonder teleurgesteld in de situatie van het land. Iedereen duimt voor onze president, ja. Meneer Santokhi. Prima. Van wie ik kan zeggen die we moeten eren en zetten waar we kunnen zetten. Bedankt. Prima, dank u wel, dank u wel. Kijk, uiteraard moeten we van alle landen leren. We moeten van alle goede landen leren. Nederland is een van de landen waarvan we veel kunnen leren. Nederland is volgens de rating agencies die ons in een default positie hebben gezet. Standard & Poor's, Moody & Fitch. Die hebben ons in een default positie gezet. Nederland heeft de hoogste ranking. En weet je wat de hoogste ranking is? Is triple A. AAA, top. En wij zitten hier. Dus we moeten ons niet altijd vergelijken met Nederland. Want die zijn te ver. Maar wat we wel moeten doen, we moeten wel leren van mensen die het beter kunnen. Die het beter kunnen moeten we leren. We moeten ons niet schamen ervoor. We moeten geen kleppen hebben. Want als je kleppen hebt, ga je niet vooruit. Je moet kunnen leren. En wat die schulden aangaat, meneer, luister. Kijk, ik ben geen regering. Begrijpt u? Want het lijkt alsof ik die parlementariër ben. Dat die vraag voor mij komt. Zou ik een parlementariër naast me moeten hebben eigenlijk. Maar ik deel graag mijn mening. En mijn mening hoeft niet goed te zijn. Het kan altijd verkeerd zijn. En ik denk dat het misschien ook verkeerd is. Je hebt verschillende typen schulden. Oké? Want wat je leest een bedrag. En dan zeggen je, wow, dat is veel. Inderdaad, het is veel. Maar je hebt verschillende typen schulden. Je hebt binnenlandse schulden, die je in het binnenland hebt gemaakt. Maar je hebt dan buitenlandse schulden. Neem die buitenlandse schulden, bij wijze van spreken. Dan maak je schulden onder andere. Je leent van India. Je leent van China. Je leent van de IDB, je leent van IMF, je leent van de OIC. Dat zijn die buitenlandse schulden. Kijk, die buitenlandse schulden van India en van China, dat zijn landen waarmee we matimies zijn. We zijn vrienden. Dat noemen we, we hebben positieve bilaterale relaties met ze. Dus met het land China kan je aan tafel gaan zitten en zeggen, hou mou. Alles aan boem? Yes, man. Yes, I'm Chan Santokhi. I'm here. Dan kan je gaan dealen met die man. Die mannen gaan met je dealen, want die mannen hebben een lange relatie. Dan kan die man tot een herschikking komen. Zo je wilt een herprofilering van die schuld. Met andere woorden, je bent er pas, dus ik geef je zuurstof. Ik schuif het voor je naar binnen. Dan kan je met India zitten, want daar hebben we Amitabh Bachchan. We hebben Shah Rukh Khan. We hebben Aishwarya Rai. Geen probleem. Dan zeg je namaste. Dan ga je zitten. India gaat zeggen, bhai, ik ben zo blij dat je Chan Santokhi bent. Dan schuif ik die schulden van je ook naar achteren. Ook naar achteren. Dus je kan met organisaties wel zitten die je op basis van het feit dat je een democratisch gekozen regering bent en een president bent waar men toch nog even nu naar opkijkt en zegt van, hé, laten we deze man toch een kans geven. Laten we dat land Suriname ruimte geven. Dus met die soort schulden kan je... Je kan shiften. Waarmee het moeilijk te shiften is, dat zijn schulden van onder andere Oppenheimer. Want die zijn andersoortige schulden. Want daarvan heb je geld geleend, middels het uitzetten van obligaties, die van mensen zijn en niet die van landen zijn. Het zijn niet van instituten, het zijn van burgers. Al dan niet burgers die in een consortium ergens down the road zitten. Dus het zijn niet van landen. En met die mensen is het lastiger dealen. Want die mensen, die hebben geen liefdeverhouding met jou. De man zegt, mi want mi money. Je begrijpt? Dus ja, daar heb je weinig zuurstof. Heel weinig zuurstof. Maar in landenoperaties, in landenrelaties, in multilaterale relaties, heb je ruimte. Je hebt ruimte. IDB, World Bank, IMF, OIC... Multilateraal, internationaal heb je ruimte. In landenrelatie, China, India, je hebt ruimte. Maar waar je geld hebt geleend als Oppenheimer, dat een brokerinstituut is, daar heb je probleem mee. En daar heeft Suriname problemen nu mee. Problemen nu mee, omdat die mensen kunnen we niet betalen. Maar we kunnen altijd met India praten. Bye. Fawaka, konakwaroti, takatori. Isabitok. Die dingen kunnen geregeld. Dus je moet die dingen kunnen scheiden. En ik denk dat in landenrelatie Suriname onder leiding van Santokhi die ruimte gaat krijgen. In landenrelatie.
Want ik zei het al eerder, die landen hebben vertrouwen in de persoon, in wat hij uitstraalt, in wat hij hoogwaarschijnlijk wil gaan doen. Dan gaan ze hem zuurstof geven. Zuurstof. Ze gaan hem uit die coma halen. Want Bouterse zet hem in die coma. Dan gaan ze hem uit die coma halen. Pek. Dan kan hij beginnen. Beginnen. Maar om te beginnen moet je geduld hebben. Breed veel geduld. Kijk, Nederland heeft al gezegd. Hé hey, jongens. Ik vind het leuk dat je er bent, joh. Hé, hey, Chan, joh. Wat ik ga nou een frietje eten. Maar Rutte heeft die man gebeld. State Department heeft hem gesproken. State Department is het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heeft hem al gesproken. Dus die mannen komen over de brug. Maar ze gaan je geen kwijtschelding doen. No. Wat ze gaan doen, ze gaan het rekken voor je. Ze gaan het rekken voor je. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus wanneer je ziet in dit soort verhalen, het is eng en we moeten weten het is eng. Je kan het alleen verschuiven als mensen vertrouwen in een land hebben en in mensen eromheen in het land. Dan pas kan je ruimte krijgen. Dus ik denk dat ze er even wel doorheen komen, geloof ik. Met een stukje vertrouwen. Maar u als burger moet hem die vertrouwen geven. Want als de burgerij die vertrouwen niet geeft, die rugdekking niet geeft aan die regering. Maar dan moeten ze wel goed doen, hè? Oh, dat was. Maar je geeft die rugdekking niet. Dan kijkt de wereld, hey, wacht, die bevolking heeft zich teruggetrokken. Dan gaat men weer op de rem. Daarom hebben ze in landen diplomatieke missies. Dat noemt men ambassades, dat noemt men consulaten. Hebben ze missies. Die missies hebben taken. Die missies zitten hier geen touw te eten de hele dag. Ze kijken, hè? Wat er gebeurt. Dus, we moeten ruimte hebben. Chantantoki moet ruimte hebben. En natuurlijk moeten die ministers wreed gaan presteren. De minister is wel pipa, Yoshi. Maar start de minister, brada. De mama tro minister. Brada. Of jij naar voren maar tempo bij. Ik hoop dat die ministers van ABOP zijn tempo kunnen bijhouden. Die ministers van VHP, die gaan die tempo bij kunnen houden. Want die is 1-1, toch? Ik denk dat Marie Levens zijn tempo gaat bijhouden en Silvano ook zijn tempo. Maar die nieuwe mensen van ABOP, we geven ze voordeel van de twijfel. Hora tempo, nog op play valk, roko, roko aladi, doe moeite aladi, wiki aladi tak mim, die demo wiki en mo los van probleem op. Tratamara mo wiki en mo los van probleem. In ongeveer voor kantoor en in los niks op, want dat mo potia osso. Je begrijpt? Het kan. Laten we kijken wat in 9 maanden gebeurt. In 9 maanden. En dat hij morgen zijn feestje heeft. Brada, gun die man zijn feest. Het kon groter zijn, maar als het geen COVID was, afwees bij Morobigi. En nu hebben ze niet eens een feest. Ze gaan op een trailer zitten. Dan maar wat trekker, dan moest dan toch wat trekker. Dan maar koeien. Iets op de toeter, toch? Bim, 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 bim. Dan maar koeien. Dan maar weuven. Wat die burger. Maar Bagadati, of we in Afgoroko, dat betekent vrijdag werken. Geef die mannen die dag. Give them their day of happiness and joy. Geef ze die dag. Maar nadien, dan is het werken. Dan is het werken geblazen. By the way, we gaan deze morgen, de inauguratie, gaan wij live uitzenden. We gaan het op Facebook doen, we gaan het niet op televisie doen. Omdat alle stations gaan het uitzenden, waarom zouden wij de 7e moeten zijn om hetzelfde te doen? Dan zeg ik, nee, dat doen we niet. Maar we gaan hem wel op Facebook doen. Gaan we live, die livestreaming wel op social media gooien. En zover je dat in je hand hebt, dan kijk je mee. De mensen in het buitenland kunnen meekijken. En we wensen Santoki morgen veel succes toe. Veel succes toe, Isabidok. En ook Ronnie Brunswijk. Ik ben echt benieuwd, echt waar. Ik ben echt benieuwd of de grootste verrassing in ons leven Brunswijk gaat worden. En ik ben net, wat zei Temi, allemaal verrast. Allemaal verrast. Bijna wat zei Temi, ik weet het toch niet. Hou dat vast. Want kijk, Santoki hebben we al gezien als minister. Dus we kunnen een beetje vergelijken. Oké, allemaal bij drive, allemaal bij level. Maar Brunswijk is nooit in een functie geweest. Dus we hebben nog geen maatstaf om te meten. Let's see what Ronnie doet. Let's see what Ronnie doet. En geef ze hun dag.
geef ze een dag en we gaan ze positief begeleiden. Niet als hoe de NDP zegt kritisch, nou maar, we gaan ze positief begeleiden. Positief. Want het moet voor ons alles kunnen, hè. We zitten allemaal in de problemen. We zitten allemaal in de problemen. En dan ga ik u groeten voor deze aflevering van Rashid Pierkans Kalajorkal. Ik wens u een mooie voorstelling van deze woensdagavond. En inshallah ben ik er weer zaterdag met een andere aflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajorkal. Ram ram, namaskar, salam alaikum. Dit was Farid Pierkan voor Rashid Pierkans Kalajorkal. Dag.